Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. OAS-waarnemersmissie in Suriname, personen in quarantaine mogen stemmen. SZF brengt farmaciediensten dichter bij huis. Wederom positieve COVID-19 geval in Suriname. Opening mini-waterpark Paramaribo Zoo voor de deur. En nog meer alertheid geboden voor COVID-19 coronavirus. De Surinaamse regering houdt zich aan de handhaving van de democratische beginselen van de rechtsstaat. In dit kader heeft zij, zoals bij voorgaande verkiezingen, ermee ingestemd dat er een waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, aanwezig is bij de stembusgang op maandag 25 mei 2020. Tijdens een persconferentie op maandag 18 mei 2020 in de congreszaal werd tegen de achtergrond van de maatregelen rond COVID-19 breedvoerig ingegaan op de aanwezigheid van de internationale waarnemers. Aan de orde kwam ook de mogelijkheid tot stemmen voor personen in quarantaine. Voor mij is het een waar genoegen om op dit historisch moment met u te delen een belangrijk onderdeel in het verkiezingsproces. En zoals heel goed door de MC verwoord, wij zullen ons beperken tot de internationale waarneming. En u ziet aan de tafel hier relevante stakeholders die allen een rol te vervullen hebben in het geheel. Maar ik wil toch heel bijzonder uitzonderen de OKB-voorzitter met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken continu hebben gewerkt om dit moment te realiseren. Ik moet ook aantekenen dat Suriname bekend staat. En het lijkt misschien cliché, maar het is zo dat wij bekend staan om goede, ordelijke en eerlijke verkiezingen, transparante verkiezingen. We zeggen de dingen zoals ze zijn en alles is open. En dat is waarom wij het toejuichen dat wij waarnemers zullen hebben die uit het buitenland komen of die hier te landen zijn, die zullen helpen bijdragen aan de verdere objectiviteit en transparantie, als ook het vertrouwen in het verkiezingsproces. Ik denk dat wij vandaag mogen uitstralen een stukje nationalisme, waarbij alle actoren in deze belangrijke week op weg naar de verkiezingen in ieder geval gelijkgezind zijn. Ik kan u informeren dat wij hebben uitgenodigd de CARICOM, de OAS, de EU, Kaartencenter en ACP. We hebben hier te landen ook ambassades die zelf van oudsher sommigen de verkiezingen waarnemen en sommigen hebben gevraagd van dit keer ook mee te doen. In ieder geval hebben wij dit proces dus vanaf juni vorig jaar ingezet en uiteindelijk hebben wij afzeggingen binnengehad van 1, de EU. Dat was de eerste afzegging die binnenkwam rond maart, omdat de EU, zoals u weet, ook te kampen heeft met de wereldpandemie wat betreft COVID-19. En ik mag u vermelden dat de EU-vertegenwoordiger mij persoonlijk heeft aangegeven dat zij vertrouwen hebben in het verkiezingsproces in Suriname. Dus dat zij erop rekenen dat onze resultaten ook valuable zullen zijn. De infectiologen hebben een advies geformuleerd en die vervat in een protocol genaamd protocol vrijstelling quarantaine voor bijzondere reizigers. Dit protocol zal zich specifiek richten op de internationale onafhankelijke waarnemers tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020. Die voor een periode van maximaal 7 dagen in Suriname zullen vertoeven. Echter, deze waarnemers zullen zich aan de volgende regels van het protocol moeten houden als te zijn een gesuperviseerde
werkquarantaine. Bij aankomst in Suriname dienen zij een bewijs van negatieve RT-PCR voor SARS-CoV-2, de zogenaamde COVID-19-test, die niet ouder is dan 24 uur te overhandigen. Indien dat niet mogelijk is geweest in hun eigen land, zal er bij aankomst een test worden afgenomen en het resultaat zal binnen 24 uur meegedeeld worden. Indien de internationale waarnemer positief getest wordt op het COVID-19-virus, zal hij zij opgenomen worden in het ziekenhuis in afwachting op eventuele repatriëring. Bij aankomst zullen de internationale waarnemers in zelfquarantaine in hun hotel geplaatst worden. Aan elke waarnemer wordt er een arts toegewezen. Tijdens het gehele verblijf in Suriname wordt door de waarnemer zelf 2 maal daags de temperatuur opgenomen. Zodra de waarnemer geconfronteerd zal worden met een der symptomen die het COVID-19-virus met zich meebrengt, zal de waarnemer dan niet naar het werk gaan, maar gelijk contact opnemen met de toegewezen arts. Wanneer de waarnemer klachten heeft, mag deze zijn of haar verblijfplaats niet verlaten en wordt in overleg met de infectioloog een test ingezet. Pas als deze test negatief blijkt te zijn, mag het werk hervat worden door de desbetreffende waarnemer. De dag voor zij zich op de werkplek mogen begeven, wordt door de arts een kort interview afgenomen. Gedurende het verblijf in Suriname wordt op de 4e dag test afgenomen. Met al deze maatregelen hoopt het ministerie van Volksgezondheid om de kans op eventuele besmetting van het virus te minimaliseren. Het staatssecretariaat gaat onverkort door om haar diensten dichter bij het publiek te brengen. In dit kader heeft zij op maandag 18 mei 2020 een apotheek geopend aan de 5e Rijweg. Deze farmacie moet het gemak voor de plaatselijke gemeenschap vergroten om dicht bij huis medicijnen te kunnen betrekken. Te denken en te dromen. Maar ook je dromen realiteit te laten worden. Want if is dondering, dan ben je ook niks waar. Bij je taandering. Maar het is niet alleen groot dromen, maar het is ook groot zijn om uit te kunnen voeren. Georganiseerd uit te kunnen voeren. Die daadkracht te kunnen tonen. Die vooruitgang te kunnen brengen. Die ontwikkeling verder te kunnen duwen. Vandaag is het een SZF-kantoor die wordt geopend. Een apotheek. Maar gelooft u mij, het zal niet hierbij blijven. Ook die hap gaat komen. Het gaat rond bij als volk en als regering weten waar we naartoe gaan en dat het duidelijk is voor ieder. En dat wanneer zulk beleid is vastgelegd,
maakt niet uit wie dat wint. Of je nou Stree bent, of je bent NDP, of je bent Pro, of je bent VHP. Dan weet je van, hey, dit is voor langere termijn uitgezet. En het is een kwestie van invullen. Het strategisch doel is belangrijk. En ja, elke partij zou dat tactisch doel mogen wijzen naar dat strategisch doel zelf kunnen invullen. En daarom praat ik altijd over samen nadenken over zaken in het land. Binnen de NDP waren er bepaalde dingen die we echt op prioriteiten hadden gesteld. En ik mag u dan ook duidelijk dan zeggen, vandaag hebben we weer een bijzondere dag. Ik ga dan echt duidelijk zeggen waarom ik zeg weer een bijzondere dag. Een aantal maanden geleden hebben we geopend de incasso-kantoren hier. Daarna hebben we een mini kunstgrasveld geopend binnen Yarikaba. Vandaag zijn we hier voor een SZF-kantoor met een apotheek. Van het week gaan we ook een speeltuin openen aan de Meester P. Chandishowweg op de hoek van Valweg. Ja? Dus ik mag u doorgeven dat er heel wat werk is verzet binnen Saramaka, in het bijzonder het resort Yarikaba. Jullie allen hebben gezien. Mensen zijn gekomen, zijn gegaan, 30, 35 jaren, noem maar op. Maar niemand heeft dit kunnen realiseren. Niemand. Ja? Vandaag aan de dag, als ik als ondernemer binnen Saramaka hier bepaalde projecten samen met de regering en de NDP heb kunnen realiseren, dan gaat men veel kritiek leveren op het adres van Lal Bihari. Wel, motegi wansani. Wogodoro. En mi abba slogan. Une taki wedu. Wedu. Nadat op 2 mei 2020 de laatste van de 10 COVID-19 patiënten genezen was verklaard en ons land gedurende 2 weken COVID-19 vrij was, is op maandag 18 mei 2020 wederom een besmet geval bevestigd. Het gaat om een illegale Braziliaan die door de politie is opgepakt op de marinebasis te Nieuw-Amsterdam. De man is momenteel in isolatie en nagegaan wordt met wie hij nog meer in contact is gekomen. Tijdens de COVID-19 persconferentie werd de volgende informatie verschaft. Zoals u al weet, hebben we vandaag een manspersoon van Braziliaanse komaf positief getest op het COVID-19-virus. De betrokkenen is in een groep van 9 illegalen op een schoener aangetroffen nabij de marinebasis van Nieuw-Amsterdam. Bij inspectie door het team van Volksgezondheid bleken 2 personen een verhoogde lichaamstemperatuur te hebben. Het gezelschap is dezelfde avond in quarantaine geplaatst en de COVID-19-test is afgenomen. Intussen is de test sinds de berichtgeving van hedenmorgen ook door het Centraal Laboratorium van het BOG geconfirmeerd. Dit betekent dat deze persoon zowel door het lab van het AZP als het centraal lab van het BOG positief getest is. Hij is intussen in isolatie geplaatst. Het belang van quarantaine van iedereen afkomstig uit risicogebieden wordt hierbij wederom door het ministerie van Volksgezondheid benadrukt. Als deze persoon niet meteen was opgepakt en in quarantaine geplaatst was, dan was het gevaar om anderen te besmetten binnen de Surinaamse samenleving heel groot geweest. Door hem in quarantaine te plaatsen, is het contact met anderen beperkt gebleven. Dit vergemakkelijkt
de contacttracing voor het ministerie van Volksgezondheid. De vraag is ook gesteld, wat komen de illegalen doen? Daarover kan veel gezegd worden. Ik heb ook gelezen, ook in de krant, dat men aangeeft van, of zeg maar in media, dat men aangeeft, Suriname is toch wel een fijne plek. Men gaat weg van een plek waar er heel veel gevallen zijn om dus te komen naar Suriname. En daarom blijf ik ook benadrukken, als dat nou waar zou zijn of niet. Wij kunnen het ons niet permitteren om ruimte te bieden aan illegalen om het land binnen te komen. Het maakt niet uit van waar ze komen. We kunnen het ons niet permitteren. Doordat wij zo stringent bezig zijn geweest, en dat wil ik echt wel, ik wil erachter staan. Onze veiligheidsdiensten, die zijn op de rivieren, die zijn op verschillende plekken. Waardoor het moeilijker wordt voor mensen om binnenweg te hebben, om binnen te komen. Dat we merken dat we meer bewegingen zien op zee en op de rivieren van buitenuit, dus vanuit de kustvlakte. We zijn ook wel weer daar. U ziet het, we hebben aanhoudingen. Niet zo lang terug, ik heb het even gemist, hebben wij ook 4 Guyanese aangehouden. Nu horen wij weer dat ook mensen er zijn met hoge temperaturen. De 4 Guyanese net binnengekomen, of mensen met een Guyanese nationaliteit. Het baart ons zorgen, omdat wij als eerste instantie de veiligheidsmannen die de boot of de schoener stoppen, die beginnen dus in eerste instantie in aanraking te komen met, als men zo graag naar Suriname wil komen, hoe gaan wij Surinamers om met ons land? Hoe gaan wij Surinamers om met die verantwoordelijkheid die we hebben om ervoor zorg te dragen dat wij nu eerst veilig zijn? En dat brengt me naar het punt waarvan ik zeg, mensen, we hebben gevraagd naar meer vrijheid in terms of de lockdown. Er is gezegd van, er is geen COVID-actieve hier in Suriname. We heten COVID-positief vrij in Suriname. En ik zeg het tussen haakjes. En het lijkt wel weer alsof het is als voor 13 maart. Kijk naar de schat die we hebben in onze handen. En hoe we het weggooien, doordat we ons niet houden aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. We hebben gezien dat die afspraken van 1,5 meter afstand, van was je handen regelmatig, van hou die samenscholing zo minim mogelijk. Nogwa straat als je niets te doen hebt. We gooien het gewoon weg. Gewoon gooien we ze weg. En we vergeten, en dat moet ik ook aan meegeven, wij vergeten heel gauw dat wij deze maatregelen hebben afgesproken met elkaar. Mensen, ik herhaal het weer. Is een schat, kostbaar, maar kono trowing, tak agumus nyaming, dauno ap next moro. Toch? Laten we het blijven koesteren, want wat we vandaag hebben, als we onzorgvuldig ermee omgaan, dan las we lassing. Toch? Laten we proberen met elkaar die illegale buiten te houden. En laten wij intern ervoor zorg dragen dat we ons houden aan die maatregelen. We zijn nu bezig casino's te praten. We praten met de horeca. We praten met sportscholen. We praten met who else. We zijn bezig voor onderwijs. Alle zaken te doen voor ons hier in Suriname. Toch? Dan laten we het goed doen. Laten we het doen conform. En laten we ook proberen te wachten. O abwa nood van snow. O jere zo net dat we zit want to sani jiden smasa. We hebben hard nodig. Dat werken we ook uit. Toch? Laten we deze grap niet maken. Straks 25 mei, we gaan naar de verkiezingen. Ook daar moeten er zoveel dingen voor gedaan worden dat u uw burgerplicht kan vervullen. Het is uw democratisch recht. Maar ook doet dat die 25 mei, nou een risico, die u alamala, als we ons ook weer niet houden aan die veiligheidsprotocollen. En als aan anom jezi tak, we na un jezi nomo, want we praten maar. Het gaat erom dat wat we met elkaar tot nu toe hebben bereikt,
kono troeng gue. Tot zover. De opening van het mini-waterpark in de Paramaribo Zoo staat voor de deur. Op maandag 18 mei 2020 heeft de technische oplevering van dit bouwwerk plaatsgevonden, terwijl de ingebruikname is voorzien voor dinsdag 19 mei 2020. Het waterpark dat bedoeld is voor kinderen moet dienen als inkomstenbron. Het moet de dierentuin een extra boost geven en meer bezoekers aantrekken, zodat de inkomsten omhoog gaan. Het project is geïnitieerd door de First Lady. Komt van het bureau van de First Lady. En het is een geweldige pracht van een project. Speciaal gericht voor kinderen die met hun ouders de dierentuin bezoeken. Zodat zij meer vertier kunnen hebben, los van het zien en kijken alleen maar naar dieren. Hierachter ziet u dus dan een mini aqua waterpark. Het project is naar ons toegekomen in oktober. De onderhandelingen hebben plaatsgevonden. En medio november zijn we begonnen met de bouwwerkzaamheden. Het project heeft op zich 7 maanden ongeveer geduurd. We zouden in principe in maart opleveren. De technische oplevering zou dus dan in maart moeten zijn. Maar vanwege de COVID-19 situatie zijn we dus dan ook niet bespaard gebleven. We hebben dus dan alles moeten opschuiven tot een later, een bepaald moment. En dat is dus dan vandaag. Wat we hier hebben opgezet is een zwembad. Inclusief kleedruimtes, een toiletgroep, een EHBO-groep en een kantine. En een cabana. In principe is de doelgroep de kinderen of de mensen die het dierentuin bezoeken. Die dus dan geïnteresseerd raken om gebruik te maken hiervan. Ik denk dat het hoofddoel hiervan is dat de dierentuin dus dan zo meer of beter zelfvoorzienend kan zijn om te voorzien in het onderhoud van de dierentuin en zeker het zwembad. Suriname is niet langer meer COVID-19 vrij. Vandaag werd bekend dat er wederom een persoon positief is getest. Het gaat om een Braziliaan die illegaal in ons land is binnengekomen. Met hem werden nog 9 andere illegalen opgepakt. Deze situatie genoodzaakt dat wij nog meer alertheid aan de dag leggen en vooral de grensgebieden in het oog houden. Sedert de versoepeling van de maatregelen is namelijk gebleken dat men over lijkt te gaan tot de orde van de dag, waarbij de hygiënevoorschriften overboord worden gegooid. De autoriteiten hebben meerdere malen benadrukt dat Suriname dan wel in een bevoorrechte positie mag verkeren met minimale besmettingen, maar dit is geen vrijbrief om de maatregelen naast ons neer te leggen. Nu er wederom een positief geval is, moeten wij er samen alles aan doen dat er geen verdere verspreiding plaatsvindt. De autoriteiten gaan momenteel na met wie de persoon verder in contact is gekomen. Indien u vermoedens heeft dat u symptomen vertoont, kunt u contact opnemen bij de BOG hotline 178. Blijf thuis als u ziek bent en vermijd contact met anderen. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Tot de volgende keer.